Al gek moest zijn. Nee. Ik heb 2 jaar naar psychiater gelopen met mijn echtscheiding. Ik heb zelfs in tienen gezogen. Wegens een heel zwaar depressie van de echtscheiding. Dus als hij gek is, dan moet ik helemaal gek zijn. Dan kan ik de wereld meer volgen. Als ik dan op televisie Jan Hoed, of noem ze hem daar, en ik zie dan dat hij daar van een nozelpotteke een verhaal begint te vertellen van 3-4 dagen, dan denk ik van, ja, dan moet Walter over zijn tekeningen 20 jaar kunnen vertellen eigenlijk. Ja, dat is mijn mening. Cola of een blikje bier. Walter drijft graag de spot met diegenen die hem een dronkaard noemen. Maar de door het gerecht aangestelde deskundige vindt Walters humor niet zo grappig. Hij verklaart Walter ontoerekeningsvatbaar. Ik ken Walter hier kennen en bij mij is dat een fantastische kerel. Ongelooflijk. Er hangt Walter een internering boven het hoofd. Wat vindt u daarvan? Nee. Dat heb ik altijd gezegd tegen hem, dat weet hem ook. Bij mij is dat Lari. Gewoon Lari. Karel, ik zit in de problemen, denk ik. De serieuze problemen beginnen voor Walter in Turnhout. Het stelen van een fiets van een politieman was al op het randje, maar justitie tilt vooral zwaar aan andere feiten. Dit was ons pand, hè. Hier hadden jullie een winkel. Ja. En dat was open. Dat stond dus open. En hier van voor stond er een enorme bak met varanen erin. Enorm grote beesten. Maar dat was open. Dat was open. Dus iedereen kon zo binnen zien wat er gebeurde. Dat was geen enkel probleem. Die deur, altijd open. Ja. En dat noemde de krekel, noemde dat hier. En hier van voor op stond het hoofd van een krekel afgebeeld. Hier. Met voelsprieten. Ja, en hier ging hij binnen een boten. Hè. Jullie verkochten hier exotische dieren? Nee. Wat werd er hier wel verkocht? Cannabis. Ja. Maar wat een idee. Tenslotte, je bent een bekende Vlaming. En dan ga je hier gewoon doodleuk wat cannabis, wat softdrugs gaan verhandelen. Gewoon daar waar iedereen het ziet, op 100 meter van de grote markt. Ja. Iedereen kent jou. Is dat niet normaal? Nee, dat is niet normaal, nee. Ja, maar de boodschap van de parlementariërs, ik zal ze nu niet noemen, maar de boodschap was toch, het mag, het is gedogen. Iemand die met een joint over straat liep, werd niet meer tegengehouden, dit en geen. Dat was dan de volgende stap. Jongens, je moet je geld niet meer steken in de bus, in controles, nou, en dit en geen. Kom het hier aan, ik zeg niet. Deur open, hè. Deur open, niet zo stiekem, nee. Akkoord. Maar ik zeg niet dat dat nu een reden is om jou te interneren, hè? Dat is iets anders ook. Hè? Ja. Voor wat ben ik veroordeeld? Ik weet het ook niet. Ah, je zal het beter weten dan ik, veronderstel ik. Ja, dat hier cannabis over de toe. Ja, 10 kilometer verder mag het wel. En dan hier mag het ineens niet. Die 10 kilometer, wat doet er dat toe? Toch niks? Dat is zo'n Berlaanse muur, zo precies. Of de Gazastrook. Ginder wel en hier niet. Je kunt er te voet naartoe, op een uur zitten. Een koffieshop in België. Maar het duurt niet lang vooraleer ook minderjarigen de weg er naartoe vinden. Heeft men ooit kunnen bewijzen dat jij cannabis verkocht aan minderjarigen? Nee. Nee. Heeft men dat hard kunnen maken? Zijn daar harde bewijzen voor dat jij... Er zijn een aantal verklaringen van minderjarigen die zogezegd uit mijn handen, uit de handen van Pico, dat ben ik niet, hè? Ik ben Walter, dus dat is ook zoiets al dat niet klopt, dat die dat uit mijn handen hebben gekregen. Ja. Maar dat zijn volgens mij valse verklaringen. Het handeltje wordt opgedoekt en Walter zijn compaan vliegt in de gevangenis. Walter zelf komt hier in Geel terecht, in een gesloten psychiatrische instelling waar hij 8 maanden in observatie blijft. Blijkbaar zijn er toch een aantal artsen, een aantal mensen die vinden dat er toch iets met je scheelt misschien. Ja, dat zei ze tegen mijn vader ook vroeger van, we hebben de indruk dat je ons altijd uitlacht. En ik heb dat ook. Ik heb dus mensen, gelijk bijvoorbeeld Dora van der Groen, die zei tegen mij, ofwel zijn een genie, ofwel lacht ons gewoon uit. Home sweet home. Walter is nu terug op vrije voeten en betaalt de huur van zijn appartement van een invaliditeitsuitkering. Maar met het nieuwe vonnis van de rechter zou hij wel eens voor een langere tijd kunnen worden geïnterneerd. Ik ben een heel normaal mens.
doodnormaal, zelfs. Beetje een rare vogel misschien, toch? Ja, dus, nou ja, dat mag van iedereen gezegd worden, hè. Het is zo dat ik niet mee sta aan te schuiven in de file naar het werk toe. Het is zo dat ik niet naar huis kom en wil dat mijn bord soep al klaarstaat. En dan daarna dat ik naar de tv kan kijken, dat ik dan in mijn bed kan gaan liggen en dan 's morgens terug opsta. In die grote stroming, daar zit ik eigenlijk niet in. Ik sta er gewoon buiten, maar daarom zit ik in een rare vogel. Ik zit buiten de volière. Maar ik voel me wel aangetrokken aan naar die dingen die er nog in zitten. En ik probeer die daar een beetje uit te krijgen ook, op de een of andere manier. Long time, we don't have no nice time. Do you, one love, one heart. Let's get together and feel alright. Dat is het beste. Dank u. Heh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